De voorlopige einduitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van Almelo. En ik kan nu melden dat in totaal zijn uitgebracht 28 voorlopig, hè? 28.422 geldige stemmen. Dat opgekomen zijn 28.681 kiezers. Dat is een opkomstpercentage van 50,1. En daarmee hebben we gelukkig een bescheiden sprong gemaakt ten opzichte van 4 jaar geleden. Lokaal Almelo Samen heeft 3541 stemmen, 12,46% en 5 zetels. Het CDA 3970 stemmen, 13,97%, 6 zetels. D66 1900 en het saillante detail, dat zijn 4 volle zetels en 2 restzetels, maar dat laten we straks nog even zien. D66 1945 stemmen, 6,84%, 2 zetels. Partij van de Arbeid 17,13%, 6,03, dus 6%, 1713 stemmen zei ik, 2 zetels. De SP 1582 stemmen, 5,57%, 2 zetels. De VVD 4047 stemmen, 14,24%, 6 zetels. De ChristenUnie op 3 stemmen na, net zo groot als D66, 1942 stemmen, 6,83%, 2 zetels. De Partij Vrij Almelo, 1604 stemmen, 5,64% van de stemmen, 2 zetels. Almelo Centraal, 610 stemmen, 2,15%, 0 zetels. Leefbaar Almelo, 957 stemmen, 3,37%, 1 zetel. GroenLinks, 1539 stemmen. 4 jaar geleden nog een duizendtal minder zowat. 5,41%, 2 zetels. De PVV, Partij voor de Vrijheid, 2208 stemmen. 7,77%, 3 zetels. De Minima-partij, 632 stemmen. 2,22%, 0 zetels. Lijst Chatten, 1271 stemmen, 4,47%, 1 zetel. En tot slot, Democraten.nu, 861 stemmen, 3,03%, 1 zetel. Het staafdiagram komt nu in beeld, dat ziet er zo uit. Hier op het scherm, maak er een foto van, maak er opname van waar u ze voor wilt gebruiken. Dit is de voorlopige uiteinduitslag, de voorlopige definitieve zetelverdeling van de Raad van de Gemeente Almelo voor de bestuursperiode 2018-2022.